Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer gezellig met Bootje. Het is echt een tijd geleden. Dat we echt samen een video hebben opgenomen. Misschien wel die ene keer toen we ook hier zaten. Dat we echt samen, ja. We zijn in McDonald's met McDonald's. Ja. Maar we gaan nu lekker een sushi. Oh, je wordt gebeld, Isabel. Oké, wij hebben dus lekker sushi van Mr. Sushi. En lekker boontjes. Ja, dat zult helemaal apart doen. Maar dit zit natuurlijk nog een beetje warm. Dat is echt een heerlijke box. Dit was, oh, wat lekker groot. Ja. Holy. Echt een zieke bak. We hebben het gesport. Ja. We hebben echt heel hard gesport. Ja. Zodat we, dus, dat we dit echt verdiend hebben. Ja, dat we dat echt dit mogen eten. Helemaal kunnen genieten. Ja. Lekker water erbij. Hier de sushi. Normaal moeten we het altijd per se met wijn doen. Ja. Nee. We gaan gewoon lekker. Lekker met water. Het is gewoon maandag, hè? Kado, ik moet altijd... Oh, iemand die heeft ook sushi besteld en die gaat mee eten. Oh, wat gezellig. Ja, we zijn ondertussen live op TikTok. Ja, ik moet altijd mijn avocado maken erbij. Ik vind het zo lekker. Ja. Ik wil zeggen, ik heb echt lang geen sushi op, maar dat is echt niet waar. Ik eet best wel vaak sushi dus. Maar ik kan het echt elke week eten. Ja, klopt. Ik ga het veilig weer eten. Oh ja, ik ga het lekker zelf maken. Ja, leuk man. Wat voor opleiding en werk wij doen. Dus misschien wel leuk om jou te stellen, want ja, volgens mij bij jou denk ik echt... Ik merk dat jij helemaal awkward bent. Ja, maar dat komt door dit. Moet dat uit? Nou weet je, het is nee, wel gezellig hoor, maar dit is zeg maar niet live. Nee. En dit hier word ik heel erg zenuwachtig van. Dit zou ik gewoon echt niet als werk kunnen doen. Dit is gewoon echt niks voor mij. Ik doe heel leuk met jou mee. Maar iedereen heeft jou natuurlijk echt lang niet gesproken. Of in ieder geval. Toch, zeg maar, ja, niet ja. Meer in de vlog. Ja. Ja, in ieder geval dan heb je het niet erbij. Over wat je doet. Nee, en weet ik het allemaal. Nee. Dus misschien wel leuk om te vertellen. Ja. Ja, ik werk mezelf sinds anderhalf jaar nu. In de interieur. Super, super leuk. Ja. Ik heb dit echt. Zeg maar, heb ik altijd al gedroomd. Dit wilde ik altijd echt gestudeerd. Al later, ja, ook gestudeerd inderdaad. Dit wilde ik altijd al worden vroeger. En ik doe eigenlijk ontwerpen maken. Dus zeg maar voor woningen, voor de zakenklant particulier. Het is eigenlijk heel erg breed. En ja, nu tegenwoordig ook help ik steeds meer mee met de realisatie. Dus dat het echt zeg maar in werking wordt gezet. Dus alles bestellen, alles dus regelen. Dus ook dan heb je een beetje contact met schilder, oh, ja. De aannemer, ja. Met meubelzaak, met de keukenboer, met... Dat soort dingen. Dus dat is echt super leuk. Ja. En dat gaat super goed. Ja. Dat gaat steeds beter. Ja, je kan wel een kijkje nemen op haar Instagram. Dan zie je wat projecten wat ze hebben gedaan en zo. Ik vind het altijd heel leuk om te volgen. Ja? Ja, heel leuk. Gewoon grappig. Want ja. We spreken jou bijna elke dag. Mm-hmm. We hebben het ook wel over werk. Maar het is gewoon grappig dat je dan een soort de realisatie ziet van dat jij altijd aan het werk bent. Ja, klopt. Van, oh, wat heb ze dat want in het zeg maar, ik laat niet per se jullie echt zien of zo. Nee. Je hebt gewoon een beetje overmaakt. Niet van, oh, ik heb nu dit of dit en dit gemaakt. Niet getekend. Nee. Ja, als ik ooit een huis koop, dan ga ik sowieso Bo inschakelen. Ja, ga ik het helemaal regelen. Lijkt me echt fucking ga het helemaal regelen. Ja. Ja. Heel leuk. Oké. Okay. Dus, oh ja, we hebben een surf and turf roll. Een crispy zalm. Een California geflambeerde zalm, komkommer en avocado. Nou. Dat is heel lekker. Ja? Je hebt hem niet op, toch? Nee. Nee, ik ga nu die crispy zalm doen. Ja. Heel erg lekker. Lekker? Met een dip saus. Oh, dat is een soort creamy sojasaus. En daarnaast werk ik ook nog af en toe in een restaurant. Maar dat doe ik al 6 jaar. Nu zeg maar, heb ik altijd een bijbaantje gedaan naast mijn andere werk, naast mijn studie. Ja. En dat vind ik gewoon nog super gezellig, want ik heb hele leuke collega's. Ik werk ook met Isabel. Ja. Die werkt daar dan weer vast. Dus heb ik altijd al zeg maar erbij gedaan. Ja. Dus dat vind ik nu nog gewoon gezellig om erbij te doen. Ja. Alhoewel het wel steeds voor mezelf drukker gaat worden en ik wel veel minder vrije tijd heb. Maar daar, ja, op een gegeven moment dan ga ik natuurlijk wel echt wel gewoon voor mijn eigen bedrijf. Maar nu is het ook nog wel leuk om er af en toe bij te doen. Dus ja, helemaal leuk. En opleiding, ik heb een opleiding Jan de Boef Free College gevolgd, ja. Zeg maar. En interieuradviseur. En daarna ben ik gewoon lekker Oh. Het is echt heel lekker. Heerlijk, hadden we zoveel zin in. We dachten echt, we gaan echt niet wachten om lekker sushi te gaan. Surf and turf? Hey Bo, ik zag jou en Isabel op een open air. Ja, ik ben wel meer weer aangepijpen. Ja? Heel grappig. Hoe was het? Heel leuk. Ja? Ja, heel leuk gehad. Ik was de zaterdag. Iets minder weer, maar het was niet koud of zo. Nee. Dus gewoon een beetje dansen in de menigte. Weet je. Als je gewoon gezellig mensen bent en je hebt een achtergrondmuziekje en leuk, lekker weer. Nou, helemaal top. Kan je mij weer niet maken hoor. Hebben jullie vakantieplannen? Nou, ik ga dus precies over jij bijna.
naar Kreta. Heel leuk. En verder ja, wil ik nog aan het einde van het jaar naar Bali. Ja. Ik wil ook gewoon weer heen, want dat vond ik echt geweldig. Ja. Maar nog niet echt geboekt of zo. Ik wil naar Bali gaan. Ik wil de zomer sowieso hier blijven in Nederland. Ja. Ik ga misschien gewoon een weekendje weg of zo. Ja, en we zijn natuurlijk net uit Curaçao. Maar deze heb ik al geboekt. Ik wilde deze komen. Ja, net uit Curaçao natuurlijk. Ja. Maar ik wil ook naar Bali gaan. Maar ik wil heel graag alleen willen. Maar we willen misschien wel zo van dat we met elkaar gaan combineren. Dat je zeg maar dan 1 week of 2 weken overlapping hebt. En dat je dan nog met elkaar bent. Ja, gewoon je gaat er zo een feestje nog iets kunnen doen. Ja. Maar dat je ook gewoon lekker je eigen pad daarmee kan. En niet echt rondreizen of zo. Want ik moet werken voor mezelf. Dus ik kan niet 2 of 3 weken zeg maar lang niet werken. Dus ik wil dan gewoon combineren met mijn werk. Dus dan daar gewoon gaan werken en sporten. Ja, en dat kan echt top daar. Ja. Dat is daar ook gewoon voor gebouwd. Ja. Lekker daar werken in koffietentjes. Een beetje mensen ontmoeten. Lekker sporten. Ja, en heel veel mensen surfen. Dat lijkt me echt heel leuk. Dat is heel leuk. En het leuke ook aan Bali is dat iedereen daar aan het werk is. En heel veel mensen zijn daar alleen. Dus je gaat er gewoon... Ja, als er een plek is waar je alleen moet heen gaan, is het denk ik wel echt een soort Bali of weet je wel, zoiets. Want heel veel mensen zitten in hetzelfde schuitje. En als je alleen bent, dan spreek je gewoon mensen sneller aan als dat je met z'n tweeën bent. Dat is echt zo. Ik was ook laatst alleen naar Milaan. Ja. Voor een interieurbeurs. Superleuk. Ik heb echt tijd van mijn leven. Ja. Ik ging maar een paar dagen. Moet ik wel zeggen, het is natuurlijk een stad dat heel erg leeft. Ja. Dus zeg maar, en tijdens wel... een soort beursweek dat er heel veel mensen waren. Ja, dat is echt. Maar, en natuurlijk helemaal in mijn branche. Dus dat was natuurlijk super leuk. Maar ik had 1 netwerkborrel al gepland. Dus dat stop. En toen daarna ben ik eigenlijk iedereen tegengekomen. Mensen ontmoet, mensen aangesproken. En zo ben ik eigenlijk overal een beetje weer. Dus mijn hele week zeg maar. Mijn hele week gevuld met allemaal dingen. En werd ik overal uitgenodigd. Ja. Het zag er ook echt zo geweldig uit. Ja. Ik weet zeker als ik dan was gegaan. Want ik niet zo mensen aangesproken. Want dan ga je al sneller met z'n tweeën staan. Klopt. En dan ga je minder snel zeg maar. Als jij alleen bent, dan ga je niet 2 mensen aanspreken. Nee. Dan ga je eerder naar iemand die alleen ook alleen Klopt. Staat. Ja. Van... En ik ben echt... Ik hou niet echt van ongemakkelijkheid. Dus ik zeg maar... We gaan ook niet alleen naar staan. Dus van moment 1 ga ik al meteen iemand toe. Want denk ik, ik wil niet zeg maar hier ongemakkelijk situaties voor mezelf van maken. Dat ik hier dus alleen sta te wachten. Of alleen staat het met een zoutje in mijn hand. Nee, dat is slim. Schijt hebben, ja. Bijvoorbeeld in Milaan scheelt ook inderdaad dat er allemaal mensen waren die hetzelfde doen als jij doet. Dus dan heb je meteen al gesprekstof. Ja, mensen vinden het ook. En mensen, omdat ik alleen ben. Iedereen vond het heel erg leuk dat ik alleen was. Want zeg maar eigenlijk mensen die naar de beurs zijn, die gaan met een team. Of die gaan met een bedrijf. En die zijn dan met een groep zeg maar. Dus iedereen had dan ook juist wel leuk dat ik alleen was. En dan, dat kon ze alleen maar juist waarderen. Dat vond ze alleen maar leuk. Was je niet bang voor de Bali Belly? Die vraag heb ik sowieso heel vaak. Ja, ik krijg dus... Heel veel mensen vragen zich dat af. Ja. Je gaat er druk om. Maar kan je wel druk om maken? Maar je weet dat... Ja, kijk, dat zie je dan wel weer. Weet je wat het is? Het ergste wat er kan gebeuren is dat je balenbellen krijgt. Maar je kan hier in Nederland ook voedselvergiftiging krijgen. Ja. En als je daar gewoon... Kijk, je moet wel iets meer opletten. Maar als jij sowieso in de toeristische delen bent... En gewoon de hippe nieuwe tentjes gaat... En Google reviews kijkt... Dan kan het niet fout gaan. Als het kan ook fout gaan. En dan gebeurt het. En dan zijn die mensen daar zo fucking lief. En ze zijn daar... Ze maken dat elke dag 100 keer mee. Dus ze weten precies welke medicijnen ze moeten geven. Ze weten precies wat ze moeten doen. En dan is het klaar. Ja, ik snap. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een overgeefangst of whatever. Je gaat niet dood. Zeg maar, je gaat... Ja, je wordt ziek. Maar ja, een vriendin van mij heeft het gehad. Het was echt fucking kut. Ja. Maar het is wel gewoon goed gekomen. Dus... Het gebeurt daar zo... Het is daar heel vaak. Mensen zijn er zo gespecialiseerd in. Ja. Dus de beste mensen hebben ze daar om gegeven. Klopt. Dus met een goede handen. Dus als je zegt... Die dokters komen letterlijk naar je hotelkamer met medicijnen, infuus, whatever je nodig hebt. Helpen je aan. Je hoeft niet naar het ziekenhuis. Ja, het is gewoon fucking insane. Je kan gewoon letterlijk iemand WhatsApp en dan komt er een dokter naar je hotelkamer. Dat is toch bizar? Ja, want waarschijnlijk zoveel mensen het hebben. Maar hoe is het eigenlijk met auto's daar? Je kan geen... Nee, niet auto rijden. Het is alles scooter. Nee, alles gewoon de scooter. Alles in de scooter. En dan gewoon Mario Kart. Het is echt gewoon Mario Kart. Iedereen is er gewoon 3, 2, 1, gas en we gaan. En dan linkerbaan. Toch? Links, je rijdt links. Links ja, niet linkerbaan. Of is het wel linkerbaan? Nee, je rijdt... Je hebt de linker rijbaan. Ja, maar je rijdt links op de baan. Maar je rechts. Ja. Het is fucking druk. Maar je hebt nog geen stoplichten. Je hebt geen verkeers, borden, je hebt niks eigenlijk gewoon. Je moet gewoon... Met de stroom, je rijdt gewoon de hele tijd eigenlijk met de stroming mee. Ja. Dus gewoon, het is niet dat er even niemand is, nee, zeg maar. Het gaat alleen maar door. Gewoon Canggu, het grootste gedeelte. Maar heb je dan een, hoe weet je waar je heen moet? Gewoon navigatie. Ja, maar dat zet je dan gewoon. Ja, dat zet je dan aan. En op een gegeven moment weet je ook wel een beetje de weg. Je kan ook een taxi scooter huren. Ja. Dus je hebt een soort Uber app. En dan boek je een Uber, maar dat is dan een scooter. Dus dan ga je bij iemand achterop. Dat ik echt een helft van hem of zo. En klopt. Oh. Ja, dat is fucking grappig. Dat zou ik denk ik er doen. Ja. Gewoon... Maar ik dacht ook
echt van, oh mijn god, ik ga echt niet op zo'n scooter. En ik, de eerste keer had ik echt een zieke paniekaanval. Ja, het kost echt niks. Het is echt geen probleem. Ja. Ja. Maar als je het één keer doet, dan ben je het eigenlijk wel gewend. Ja, het is zo fucking chill. Ja. Want je kan overal heen rijden. En ja, I love it. Ja, ik vond het echt geweldig. Heel lekker. Morgen gaan we naar de Efteling. Wij gaan morgen dus naar de Efteling. Ik bedoel niet zeg maar, we zijn er net toch gaan. Ja. Wie zegt dat we het nog zo leuk vinden als we het vroeger vonden? Ja, ik denk dat het wel, dat mee, dat het gewoon fucking leuk is. Maar vroeger was echt zo'n brookje van, ja. Oh mijn god, ga naar de Efteling. Misschien denken we nu samen, oh, dat is echt fucking met na een paar uur dat je denkt van, nou, ja, ik weet het. Maar ik denk niet dat het heel druk je zou zijn. Je moet het uitproberen, weet je. Want het is nog niet, het is geen vakantie. Ik kreeg een mail en er stond, we verwachten normale drukte, zeg maar. Oh ja. Heel rustig of zo. Nee. Maar het is niet druk dat je waarschijnlijk overal moet wachten. Nee. Nou, want gaat gewoon vind ik het sowieso niet echt leuk. Nee, want ook al laat ik twee attracties dan ben je net alleen maar in de rij aan het staan. En dan, dan zit je er morgen nog niet in. Het gaat sowieso gewoon fucking gezellig worden. Je gaat wat eten. Een attractie doen met je adrenaline. Lekker eten. Ik krijg zoveel adrenaline altijd van zo'n achtbaan. Denk ik echt, oh mijn god. Saar is helemaal fan van attractieparken. Ja. Ik zeg maar, ben een beetje grote angst. Ja. Maar ja, weet je, ik doe het wel. Maar ik hou echt van dingen dat mij adrenaline geven. Ook met skiën en zo. Ja. Liefst ga ik zo hard mogelijk die berg af. Zo geweldig. Maar jij moet echt even uit een vliegtuig gaan springen. Nou. Of zo. Eerlijk? Ja. Wil je dat niet heel graag? Dat moet je gewoon doen. Lijkt me wel leuk hoor. Wow. Ook wel echt. Ja, stel je, dan zou ik het wel echt ergens heel goed willen doen. Hoe bedoel je? Nou, niet dat die parachute niet helemaal niet uitklapt. Dus ook wel echt. Dat snap ik ook wel. Ja. Ergens dat ik denk, ja, dat hier voelt het wel echt goed. Ik zou het niet zomaar ergens in Zuid, in Azië of weet ik veel. Maar zou het wel in Nederland willen doen? Nee, ja. Nee, toch? Dat is eerder daar is ergens mooi. Ja, klopt. Want hier maar is allemaal groen. Gras. Mm-hmm. Wij dan. Ja, ik ben heel benieuwd hoe we het morgen hebben, maar sowieso gezellig. Altijd leuk met de zoek. Iedereen weet waar het topje van is. Ja, dat weet ik niet. Oh nee, hij is niet van mij. Zo lekker dat ze zo'n mega bak bonen hebben. Zo, heel lekker. Love it. Welke vind je het lekker? Ja, ik denk die. Ja. In combinatie met je beef en je verhaal. Een serve and turf. En een soort truffel. Maar ik vind deze ook heel lekker. Ja, die zalm is zo mals. Ja. Dit vind je Mr. Sushi echt goed. Mr. Sushi heb je voor mij ook overal. Ja. Toch? Ja, ik haal altijd Mr. Sushi in Amsterdam. Oh ja. Ach. Nou, even naar Walibi. Ja, naar Walibi zijn we, daar zijn we pas geweest. Nou, dat is ook alweer een jaar geleden hoor. Nee. Nee, twee jaar. Twee jaar geleden. In corona. Moesten we nog. Toen in Bonilang. Oh, toen moesten we online een plek in de wachtrij boeken. Dat kan je nu echt niet voorstellen. Nee. Moesten we online een plek in de wachtrij boeken. Zo gezeid toen. Ja. Toen gingen we keihard zuipen in Walibi. Helemaal dronken die achtbaan in. Anders durfde ik er gewoon niet in. Nee. Maar ik heb wel echt terug de laatste tijd. Ik weet niet. Denk, nou, misschien wel een beetje gewoon na de zomer, zeg maar. Vorig jaar. Dat ik echt ook minder angst heb voor dat ik gewoon een soort van wel meer een soort schijnlef heb. Ik denk van, ik doe het wel gewoon en dat zie ik wel op dat moment. Zeg maar het is ook zo grappig, want als je bijvoorbeeld met jou bent, ben je echt altijd, oh joh, boeien, gezellig, niet moeilijk doen. Nee. Dat doen we wel, dit en dit. Maar puntje met paaltje, als het erop aankomt, als we dan bijvoorbeeld met skiën of in een vliegtuig zitten, dan slaat een soort angst toe en dan zie je dan weet je gewoon niet meer waar je moet. Nee, het vliegen ook, ja. Ja. Maar ja, met, kijk, door. Maar je doet het wel. Ja. Ik ga niet hier in Nederland blijven. Nee. Maar je bent ook gewoon alleen gaan vliegen. Ja, maar daardoor. Dus daardoor, toen ik alleen naar Milaan ging vliegen, heb ik echt meer zelfvertrouwen gekregen van oké, ik heb het gewoon alleen gedaan. Ja. Dus ik moet niet zo gaan lopen janken. Nee. Ach, goed. Nou. De enige manier waarop je angst ook gaat overwinnen is door ze aan te gaan te doen. Ja. Hebben jullie Barcelona tips? Oh, restaurant tips. Nou, dat zijn we geweest met z'n drieën. Maar ik zou mijn god niet meer weten hoe dat heet. Toen één keer sushi eten. Heel ver en heel duur. Ja. Toen ging ik met hebben we ook nog een fles wijn gekocht. Na die sushi tent. En echt op straat opgedronken of zo. Heel raar. Oh, bij die tent? Ja. Dat was al niet duur genoeg. Nee, laten we nog even een fles wijn kopen. Daar. Koop in de winkel. Met mijn gastenjaar toen we werkte. Ik ging met zo'n soort van, hoe heet dat? Een soort bakfiets. Hoe zeg je dat? Echt? Toch? Weet je dat nog? Was super duur. Oh. Daar naartoe. Ja. Toen we zijn ziek opgelicht.
echt... Echt, hoe, ja, hoe moesten we? Echt, nou, echt een half uur over dat ding. Zo'n helemaal uit, ja. Waar ze fietsen en dan zit je... Ja, een bak, soort bakfiets. En dan zit je daarachter, weet je wel. Gewoon een fiets met zo'n bak daarachter. Ja. Wij zeggen, vent. Wij moeten hierheen. Zegt hij, nou, is goed. Wat zijn die 10 euro of zo? Nee, we hadden het maar niet afgelopen. Oh. Dus wij weer over domme kutjes. Spreek je niks af. En dan vervolgens staat hij daar, moest weer 100, nou meer dan 100 euro volgens mij. Echt iets van 120 euro. Ja, 150 volgens mij was het eigenlijk. Nou, en wij stonden er echt van, nee, er stond achterop, volgens mij iets van 5 of 10 minuten is 5 euro of zo. Oh ja. Dus wij dachten van, maar dan, nou ja, dan telt het alweer alleen de eerste 5 minuten of zo. En daarna is het opeens 30 euro per uur of per 5 minuten. Nou, in ieder geval waren gewoon ziek opgelicht. Ja. Waren fucking dom. Wij komen er aan. Helemaal buiten de stad. En toen zeiden we, ja, het is 150 euro of zo. Dus toen vonden we echt, dat ga ik niet betalen. Volgens mij was het 60 euro per persoon of zo. Zoiets staat erbij. Ja, of 50 of zo. Dat is het woord 50. We zijn er ook 1 avond uit geweest. Ja. We hadden eigenlijk toch naar de Passag moeten. Want iedereen dacht echt dat echt leuk is. We waren in coronatijd. Dus het was eigenlijk was helemaal kut. We konden nergens naar binnen. Moest zitten aan de tafel en dan moest je voor minimaal 400 euro bestellen. Als een soort VIP-tafel. Nou, je moest dan een bandje kopen. Want daar mocht je dan, zeg maar, nog dan... Dat bedacht, daar kon je dan weer ding van halen. Maar dan moest je inderdaad ook nog totaal rond de dag allemaal 100 euro of zo uitgeven. Ja. Oh ja, toen hadden we een fles wijn gekocht. En toen gingen we naar buiten. We hadden hem even laten staan. Maar toen zagen we iemand buiten heel slecht. Die ging oud of zo. Ja. Toen dachten we, oh, zoals gebeurt het ook bij ons. Dus hebben we die hele fles wijn. Ja. Want zeg maar, we hadden, het moest al heel veel geld uitgeven natuurlijk. Hebben we die helemaal leeg gegooid in die wijnkoeler. Of wijn, was het wijn? Of was het niet gewoon een... We hadden het goedkoopste gehaald. Ja. Fles wijn. Niet te zuipen, maar zo'n fucking duur. En toen zag ik net buiten iemand helemaal bed gaan omdat ze gedrogeerd was of zo. Ja. Wij waren er zo van geschrokken dat we echt dachten, oh mijn god. En toen zeiden we, ik zweer, die fles stond anders. Ja. Weet je nog? We zeiden, hij stond zo of zo en hij stond zo toen we terugkwamen. Ja, dat kan ook gebeuren. Echt... Of wij hebben het letterlijk gewoon... Ja. We hebben het gewoon zelf van gemaakt. Ja. Nou, vooral Isabel, die was heel panisch. Die zei, ja, nee, die gaan we... Toen gingen we... Ja, toen hadden we die fles en dat leeggooid in die... Gewoon die bak ijs waar die wijn in stond te koelen. Oh, oh, oh. Maar of we nog tips hadden? Nou, we weten dus niet echt meer precies waar we hoe het heette en waar we waren eigenlijk. Nee. Dat komt daar meer. Dat is ook wel een tijd geleden weer. Dat vergeet ik dan altijd hoe het allemaal heet. We een lijstje moesten maken. Ja, ik heb het met voor Bali gedaan. Ik heb het met Bali. Ik heb een lijst van alles. Ik dacht meteen, schrijf het op. Maar gewoon meteen als daar was, ik een notitie gemaakt. En heel veel mensen vragen ook, waar heb je Bali tips? Nou, hop, dat lijstje door. Ja. Chillen, gewoon chillen stranden, chillen werkplekken, leuke restaurantjes, bla bla bla. Per onderdeel beeld. Oh ja, wat is je online favoriete webshop voor kleding? Ja, ik vind de Zara dus online heel kut. Ik vind Zara online, dat kan ik echt niks vinden. Nee, ik ook niet. En in de winkel hebben ze soms fucking leuke dingen, maar online echt niet. Zara niet. Ik denk Shine. Nou. Of... Nou, ik bestel dus nooit kleding. En als ik iets bestel, is het op Shine. Ja. Bikinis of... Ik bestel wel Shine online. Shine is ook online. Shine online. Shine online. Ja, en, ik bestel dus net shop ik eigenlijk gewoon... Gewoon broeken, kopen niet bij Shine, dus dat moet ik echt passen. Mm. Dat ga ik niet passen of kopen online. Nee, dat kan niet, maar ik weet wel trouwens mijn favoriete, Naked. Maar ik had er natuurlijk samenwerking mee. Naked, echt parels. Gewoon, ik heb echt sommige items al zo lang, zo vaak gedragen, zo vaak chill. Ja, Naked is wel heel leuk inderdaad. Maar het is wel aan de prijzige kant. Ja, dat wel geef ik toe, weet je. Ja. Zeg maar, ik zou er zelf niet heel vaak voor bestellen. Maar ik vind ook Tash V. Daar bestel ik wel af en toe kleding. Ja, en bestel je wel eens bij Lovies? Bijna nooit. Ik heb wel leuke kleding. Mm-hmm. Maar heel vaak zeggen mensen van, oh, waar is het van? Zeg ze van Lovies? Ik van, oh. Ja, dan hebben we ook wel leuke, wel leuke kleding. Maar ik zag meer, ik heb niet gezegd in maar één vaste. Gewoon meer overal, want dan heb je bijvoorbeeld weer van oversized shirt. Die koop dan weer bij Super Rich of zo. Ja. En dan heb je hier dan weer festival kleding. Dan heb je hier bij Marin the Label of zo, zeg maar. Dan vind je het weer wat stoerder outfits. En dan cargo. Koop je weer daar weer dat eigenlijk. Ik heb niet echt meer één vaste waar dan, ik echt denk, daar zou ik echt altijd mijn favoriete kleding. Of dat heb ik niet. Als je gewoon op TikTok of zo iets leuks ziet, dat je denkt, oh, dat zie ik iets leuks, ga ik ook bestellen. Gewoon, dan ga je gewoon naar die link en dan zie je dat. Hebben jullie ooit nagedacht over je eigen kledinglijn? Ik heb er wel over nagedacht. Mijn moeder is namelijk ook modeontwerpster geweest, dus dat is wel leuk. Maar kleding is een hele moeilijke industrie, vooral als je het zelf gaat ontwerpen. En dat lijkt me heel lastig. Maten zijn zo bizar moeilijk. Ja. Want zeg maar... Qua dat je alles op de voorraad moet hebben? Nee, ook. Van... Maar ook, vooral qua pasvorm. Een pasvorm. Ja. Hoe ga jij een S creëren dat heel... Elk lichaam is zo anders. Ja. Hoe ga jij... Dus dat, zo, je hebt een oversized Maar heb je geen standaarden? Je hebt toch al gewoon standaard... Mm-hmm.
hebben van S-maat, hoe dat ja, maar is. Als jij een oversized iets hebt, maar stel je hebt echt een leuk topje, dan zit je ook weer met verschillende cupmaten. En dit. Mm. En dus gewoon, het lijkt me gewoon. En het heeft een hele hoge retourwaarde. Ja, is dus heel veel bestellen retouren. En retouren weer terug. Dus het is echt een product wat, ja, wat heel erg veel klantenservice ook nodig heeft. Dus dat ja, hield me gewoon een beetje af. Maar ik wilde dus die mijn lingerie-lijn. Weet je nog? Ja, oh ja. Ja. Dat kostte me gewoon te veel geld omdat ik dus om te investeren. Nou ja, ja. Omdat je net een. Nou, heb je dus een A, B, C, D, E, F, G. En dan heb je natuurlijk ook nog een 65, 70, 75, 80, 50. Daar moet je echt veel voorraad in hebben. En ik wilde dat dan zelf ontwerpen. Ik heb helemaal tekeningen gemaakt, maar dat was gewoon veel te duur om het echt te realiseren. Maar dat leek mij heel erg leuk. Ja, dat zou. Maar dat zou ik dan nu. Ik zou heel graag ook iets van iets in de interieur zeg maar wel doen. Ik zou een eigen geurkaarsenlijn, geurstokjes. Van een eigen, gewoon iets van een eigen label. Dat zou ik nog wel ooit willen. Maar dan niet in de kleding zeg maar. Wel meer fuck in de leuk. Interieur. Dat is altijd leuk om als doel te hebben, toch? Ik ben bezig met een secret project. Ja. Ik ga nog niks over zeggen. Maar dat is zoen meer informatie. Ja. Volg me op Instagram, want daar ga ik sowieso alles over delen. Ja, ik ben er heel benieuwd naar. Ik ben er heel erg spannend. Ik ben er heel erg excited over. Ja, Sarah vindt het heel spannend. Zo spannend. Maar ik heb er zoveel vertrouwen in. Ja? Ja. Dat heb ik ook al gezegd. Ja, dat klopt. Ik ben gewoon, ik sta helemaal achter. Ja, het gaat helemaal dit gaat worden. Helemaal goed worden. Helemaal. Ja. Ik vind het helemaal leuk. Ik support ik ook. Alleen maar. Ja, dat is heel lief. Ik denk wel een beetje verkouden. Dus hooikoorts. Oh, je hebt je hooikoorts. Ja, dat had ik eerst niet, hè. Maar de laatste paar weken af en toe komt het weer een beetje terug. Ja. Maar jij hebt het altijd meer richting de zomer. Of niet? Want ik weet nog altijd toen we zo'n zomervakantie gingen. Toen ook naar Mallorca had je zoveel. Maar dan heb je ook, ja, maar dan is het een periode, toch? Het verschilt. Sommige mensen hebben het in de lente heel erg. Als de pollen, zeg maar, als de bloemen. Ja, oké. Ik heb er niet heel erg last van, maar wel een beetje. De klant aanbellen. En die zei van, zo, je bent net, bel ik je wakker of zo? Nou, ik was wel wakker. Oh. Ik zeg, nee, ik lig een beetje verkouden, maar heel erg hooikoorts. Maar in de ochtend is het nog erger. Dan denken mensen echt dat ik net wakker ben. Ik denk echt, goeiemorgen. Je denkt, je hebt geen stem meer. Nee. Iets hard gepartied dit weekend. Helemaal niet gewoon. Door het geluid gegaan, zeg maar. Ja. Maar dat is niet hoor. Jullie voelen je hoog omdat je sushi eet. Wat staat dat nou op? High class. Ik kon je nou weer high class voelen? Iets wat je eet, maar. Oké. Dan gaan we zo even een poten of zo. Een toetje. De brownie willen proeven. Leef met de dag, omdat ik het in Amsterdam ook doe. Ja. Daar zou ik nu nog melk kunnen halen. Ja, maar dat is hier niet gewend. Nee. Dat vind ik heel kut. Ja. En ik denk van ik ben zo lekker. Dan denk ik even lekker doorheen lopen. Nou, s'avonds ook. Ik ga toch even zien. Nee, eigenlijk in dit ga je het gewoon even lekker halen, weet je wel. Het is echt letterlijk mijn Albert Heijn zegt 2 minuten lopen. Wie is het grappigst van ons drieën? Dus van, we zijn eigenlijk altijd met een zista, Isabelle, Bo en ik. Isabelle is nu aan het werk. Wie het grappigst is? Ja. Allemaal. Ja, ik vind niet echt één iemand ik denk, die is echt de grappenmaker of zo. Gewoon allemaal met elkaar. Dus we gaan elkaar van kwaad tot erg. Ja, wij versterken elkaar. We kunnen ze opfokken en dan in het gekhuis. Uitdagen. Ja. Oh. En wie het gekst is? Dat ben jij. Ja. Dat ben jij. Ja. Wel en nog. Niemand het verwacht. Nee, boos knettergaan. Ik lijk zeg maar de normaalste. Maar niet de normaalste. Nee, dat is onaardig. Maar meer van de. Wij lijken gewoon maar gewoon. Maar ik ben ook wel. Ik vind het altijd een beetje. Noem me altijd wel een beetje een chameleon. Ja. Want ik kan ook echt heel. Heel netjes en heel rustig zijn. En als zeg maar de situatie daar naar vraagt of naar is. Maar ik kan ook gewoon echt helemaal gek zijn. Ja. Dan ben ik degene die op de bar staat of zo. Of dan helemaal schijt heeft. Ja, maar het is ook wel echt meer sinds je single bent. Dat klopt ook. Heb je jezelf helemaal gevonden? Ik heb mezelf weer helemaal gevonden, jongen. Geweldig. Ja, dus het is wel echt in een goede periode van je leven, hè? Ik zit nu wel echt in een. Echt een hele leuke leven. Nee, een hele geile, goede leven. Nee, maar nu ben ik gewoon echt. Mijn dijk gaat fucking goed. Ja. Ik voel me fucking goed. Ja. Ik ben gezond. Ja. Ben gelukkig. Ik ben bezig met sporten. Ik ben met alles bezig. Ik vind alles leuk. Ik vind alles best. Ja. Ik ben echt. Ik vind alles vind ik al gewoon leuk, zeg maar. Alles op iemand iets in mijn vraag zegt gewoon, ja, lijkt me leuk. Ja, lijkt me leuk. Ja, lijkt me leuk. En dan, ik vind alles goed. Dat is ook de meme die wij hebben. Ja. Bo, die zei op één dag zo vaak, nou, lijkt me leuk. Dat gewoon een soort meme is geworden van, ja, lijkt me leuk. Hey, lijkt me leuk. Gaan we doen. Ja. Zijn dat wil. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Om mijn kanaal te abonneren. Ons volgen op Instagram.
Bode volgen op Bodesign. Dat is dus haar interieurbedrijf, hoe het heet. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei doei! Doei. Yes, I'll be on my way now. You just give me a...